Nou, ik ben Steven, ik ben 27 jaar. Ik ben nierpatiënt. Dat wil zeggen, ik ben vroeger toen ik 5 was gedialyseerd. Toen heb ik een nieuwe nier gekregen, want mijn oude nieren waren stuk. En sindsdien heb ik eigenlijk 1 nier en daar leef ik op. Kampong is allereerst waar ik sport. De mensen van nummer 14, de uitpater van Kampong, die steunen mij overal in. En daar ben ik altijd heel blij mee. Kampong is eigenlijk mijn thuis, mijn tweede thuis, als het ware. Steven is een fijne jongen, erg motorisch, hij is snel, een goede tennisser. Ik vergelijk hem wel eens met Leighton Hewitt, echt een bijter. Een hele fijne leerling en geeft nu ook wat lessen voor me, dus ik ben erg tevreden over hem. Nou, in het begin niet zo heel veel. In het begin had ik gewoon nog een nierwaarde van 80%. Daar kun je prima op leven. En ik had goede conditie. Leefde ook goed. Leefde een beetje als sporter. Deed mijn conditie goed. Echter, toen ik 16 was, kreeg ik een afstoting. En toen heeft mijn nier een flinke tik gehad. Sindsdien zit mijn nier zo tussen de 15% en 8%. Dat is eigenlijk nu 10 jaar zo. Hij loopt nu een beetje tegen zijn einde. En ik merk wel dat mijn conditie wat minder is geworden. Mijn concentratie wat moeizamer is. Omdat ik dus nier getransplanteerd ben en die afstoting heb gekregen, ging ik verder kijken wat mogelijk was. Ik had wel eens gehoord in het ziekenhuis over dat er iets, een WK was voor mensen met transplantatieorganen. En toen ben ik een beetje gaan googelen en toen vond ik eigenlijk onze Stichting Sport en Transplantatie. Die bieden eigenlijk een kans aan getransplanteerde sporters om toch op vrij hoog niveau nog te sporten. En zo mee te doen aan een WK. En dat is het WTG, World Transplant Games. Ik doe nu voor de derde keer ga ik misschien meedoen. Ik heb wel 2 keer meegedaan. Het is zo goed bevallen dat ik eigenlijk daar gewoon ben gebleven. Ik heb dus 8% nierfunctiewaarde over. Dat wil zeggen dat mijn nier eigenlijk aan het einde is van zijn levensduur. Wat dat betreft ben ik eigenlijk op zoek naar nieuwe donoren, ook zelf. Dit om de dialyse te voorkomen. Als jullie mensen weten die willen doneren aan mij speciaal, dan neem contact op heel graag.